Biomarker. Gewoon niet te vermogen. Misschien ga ik later nog wel met iemand. En zoals jullie kunnen zien heb ik deze pickaxes. Dus. En dus ik dacht ook al wel allemaal paarse stukken. Waarom zijn sommige plekken een beetje paars? Nou, dat kwam gewoon volgens mij gewoon door de spire. Door die spire stukjes. Dingen. Oké. Wauw, 100 goud verspeeld voor alleen bandages. Ja, op YouTube zeggen ze dat ze, dat zegt die Gadu gast dat je door deze dingen kapot te maken allemaal met mice en corn. XP kan krijgen. Maar niet per se alleen door dat hoor. En dan moest ik even fall damage. Oké, dat wist ik wel dat het een challenge was. Want als je bepaalde dingen doet, dan krijg je ineens een challenge binnen. Complete common quests. Oké. Zie je, als je dat soort dingen doet. Maar misschien heeft hij gewoon, zegt hij dat zo, maar terwijl het gewoon challenges zijn. Dat hij al wel wist dat je die kon doen. Maar het is wel zo dat je gewoon, als je sommige bepaalde dingen doet, dan krijg je ineens een challenge weer binnen. Want kijk, zoals jullie net zagen, heb ik ineens een challenge binnen van Complete Common Quests. Van die grijze challenges. Dat geluid ook van deze pickaxes. Ik was wel ziek de zaal, maar ik heb al voor ze gespeeld al. Daar zit iemand. Daar zit iemand. Nou.
Oh, je natuurlijk points hier. Als je gewoon dat doet, dan... Nee toch, niet toch iemand. Ah, dat is zo eng. Oké, ik wou gewoon je laten zien of het werkte in een video dus. En vrienden van mij zeggen dat sommige dingen zoals deze fishstick backbling gratis zijn ofzo. Dus dan kan je wel Battlestars verdienen als je niet de Battle Pass hebt. Ja, dat is blijkbaar, denk ik. Dus ja, oké. Dan weten we dat ook weer. Maar abonneer even echt op mijn kanaal, want oké, nu heb ik 0 V-Bucks, maar kijk, als ik heb nog kans dat ik dan veel V-Bucks heb dadelijk, en dan mis je misschien een giveaway. Dus dan moet je echt abonneren op mijn kanaal, een blauwe duimpje omhoog doen en in de comments laten weet je wat je epic naam is en ja, gewoon en wat je graag zou willen hebben. Ik zal proberen dan dat ik binnen gisteren. Oké, hey, kampioen apples. Kijk, als je gewoon dingen doet op een gewoon doet, dan heb je gewoon een heb je kansen dat je challenges krijgt. En als jullie als je niet zo goed bent of is niet zo snel level up gaat, moet je gewoon dit doen wat ik doe. Oké, die gaat daar dus niet heen. Gaat hier dus niet heen. Weet ook weer. En als je niet zo goed bent in Fortnite en heel dat ik heb niet zo goed in vrienden die niet echt van join of zo op dit moment. Kan je ook met mij spelen, want ik met mij kan op zich wel lukken dat je dan wint. Oké, even fall damage doen. Oh. Waren het geen 3 trapjes dan? Trappetjes? Maar het blijkbaar 4. Zo. Dus als je niet zo snel level up kan gaan, dan moet je gewoon dit doen zoals ik doe. Want dan krijg je allemaal weer challenges binnen. Oké, headshot elimination die ook net. Ik had net een headshot elimination namelijk. Ik ga straks even nog iets in wandel, want ik kan makkelijke challenges doen. Mijn gevoel zegt dat ik ook nog wel nog een keer level up ga. Ik ben al 1 keer. Is al de 2e keer dat ik level up was. Dus. Ja, ik doe eerst even de stenen muren weg.
En doe ik gelijk twee challenges tegelijk. Nog 100 zoveel. Heel mooi. Nou, ik heb zo weinig steen. Oké, het gaat een beetje allebei wel een beetje snel. Nog één zo'n common ding, maar dat doe ik zo wel. Ik doe dat misschien even niet in de video, want de video maak ik even denk ik niet zo heel lang. Dus nog 105 weak points. En de storm komt nu pas. Hierboven zijn ook nog super, super veel muren, dus dan ga ik ook even naar boven. Zo. Kijk hoe snel het gaat. Maar als je echt heel slecht in Fortnite bent en je hebt de Battle Pass en je wilt graag snel level up gaan, dan moet je gewoon dit doen. Die gast heeft wel gelijk. Want hij heet Gadoo. En hij heeft wel gelijk, want als je dingen... Volgens mij bedoelt hij meer voor als je dingen doet, dan kan je challenges weer krijgen. En dan kan je weer die gaan doen en dan kan je ze weer XP krijgen en dan kan je weer level up gaan. Nog 32. Doe wel de vloer even. Nu de muur. Nog 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en challenge gehaald. Kijk dan hoeveel we hebben weggehakt voor 1 challenge. Oh, ik heb geen sniper, dat is irritant. Ik zie de storm al hoor. Ik neem gewoon alle tijd.
Die gast gooit echt maar even om zich heen. Wat is dat? Sommige mensen snap ik gewoon echt niet. Ik moet 12 headshot eliminations. Ik ga niet zo, nou, misschien na de potje al de video afsluiten. Kijk. Kijk, dit zijn nog gewoon bots, jongens. Headshot elimination. Kom hier. Schrik me. Nou. Moet hij nou weer echt precies springen dan? Anders had ik die weer, als ik weer verder met de challenge. Dan moest ik er nummer 10. Wauw. Nou zeg. Oh, ik had die niet springen. Maar jongens, als jullie zagen, dat zijn nou echt even bots. Als jullie weten. Dat zijn nou gewoon bots. Ja. Dus dat zijn gewoon... Als je niet weet wat bots betekent, dat zijn gewoon neppe, dat zijn gewoon computers. Dus. Pak gewoon deze truc. Dan ben ik heel snel. Nou, sneller dan lopen in ieder geval. Loop, goed, loop. En nog een blauwe challenge. Dat dacht ik echt niet daarna dat ik met 5 challenge was. Dus jullie zien hoe makkelijk het is met de weg gaan. Nu dat ook weet van YouTube. Hoe kan zo'n freaking car die one hit is met een pickaxe een truck tegenhouden? Wat is dit voor logica? Trucks moeten... Een truck moet alles kapot hebben. En zo'n... Zo'n hek kan die wel kapot maken. Dat is toch geen logica? Alsjeblieft. Deze kan ik meerdere keren soms schieten. Dat weet ik ook heel erg goed. Maar jongens, dit is trouwens dus die, dat is die depot. Hè. Voor als je dat nog niet wist en je bent er echt, dit is echt een van je lievelingsplekken. Dit is gewoon dat is die depot. Ik ben dat seizoen speelde ik dan nog niet, maar ja, ik ben echt eenmaal die laatst speelde. Ja, ik heb al in seizoen 9 of 10 wel eens op de iPad gespeeld. Dat was alleen Team Rumble. Ik wist nog niet hoe alles op de iPad werkte namelijk. Oh, nu snap ik hoe de water weer is gekomen. Ik heb er nooit bij nagedacht dat het gewoon via dit gewoon dan daarin is gekomen. Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dus ik, als jullie het ook nog niet wisten. Wacht, liep er nou iemand? Oh nee, er is iemand die goed kan bouwen. Moest ook weer precies schieten. Jongens, jullie willen niet weten hoe hoog, hoe erg ik schrok. Het was echt een rilling van dat schrok. Echt zo. Zo erg schrok ik van die schot van hem. Boy, yo.
Maar nou als jullie trouwens niet de Victoria Jouwglijder hebben, dan moet je gewoon heel vaak op één plek blijven. Gewoon heel de tijd campen op een gegeven moment. En dan een beetje de laatste guy elkaar doodmaken. Ja, ik kan op zich nog wel even, want 12.000, 24.000, 36.000, 36.000 is alweer bijna echt gewoon bijna. Hoe ziet deze gast mij niet? Ik ga ze loot pakken hoor. Oh, dat is die guy. Ik zag net dat hij iemand had gekild. Ja, ik ben nog niet zo goed, heel erg goed als jullie kunnen zien, zoals jullie kunnen zien in bouwen, maar ik zat al te wachten waar die kei bleef. Zie je, ik dacht al, hij zit er misschien wel in. Dat dacht ik. Ik kan gewoon alles wegschieten, maat. Yo. Headshot elimination. Okay. Ik was sniper. My sniper. Dit wapen is tanden slecht. Heeft ook echt een twee wapens of zo. Jongens, jullie willen niet weten hoeveel goede loot ik heb. Ik heb max ammo. Bijna van alle matchen heb ik max match. Dus 999. En dit potje kan ik misschien nog winnen. Echt, jongens. Dit potje is mijn beste potje. Eliminate players. Ja, zie je. Nou, nog twee mensen. Daar is sowieso iemand. Ik had hem kunnen snipen, een headshot snipe kunnen geven. Hij moet op een hij gaat denk ik hier nu, maar hij moet op een perfect moment moet hij met zijn hoofd ervoor zijn komen. Ik schok dood die niet van de stoel. Nou, nu weet ik ook waar die andere gast zit.
1 headshot. Die was hierbij. En daar loopt ook nog iemand natuurlijk. Die zit misschien wel toe te kijken naar mij, naar ons toe. Oké, jongens, dit leek heel erg op één bot. Hij raakte letterlijk alles. Deze gast gaat sowieso winnen. Die ik nou spectate. Oh nee, die Remedy moet winnen, vind ik. Nee, die Remedy gaat winnen sowieso. Hij gaat ook niet healen ofzo. Dus... Oh ja, ik was even op. Maar ja. Ik ga nog heel graag Sint-Jerommel denk ik afsluiten met de video dan. Ik haal niet gelijk met deze chantjes, maar... Ja, ik kan het wel halen, het level 30. Let's go. Jongens, ik weet zelf ook niet hoeveel dit voor je 1 heb. Dus...
Ja, ik probeer gewoon random te schieten. En dan een kill te maken. Zou wel cool zijn. Maar vonden jullie deze video leuk? Abonneer dan even op mijn kanaal. Doe blauw duimpje omhoog. En dan check ik jullie bij de volgende video. Later.